Ja, voorzitter, toch nog even door op dit punt. Want ik denk dat heel veel Nederlanders eigenlijk niet begrijpen wat voor soort kabinet er nu komt. En ook niet begrijpen waarom de heer Wilders daar geen premier van mag worden. Als ik het verslag van de informateur lees, dan trek ik de conclusie dat de heer Wilders geen premier wordt, omdat de NSC-fractie dat heeft geblokkeerd, maar de VVD daar uiteindelijk geen bezwaar meer tegen had. Klopt die conclusie? Voorzitter, ik kan alleen over mijzelf spreken. Zoals ik daarnet zei, het gesprek aan tafel ging over wat is er voor nodig om dit extra parlementaire kabinet mogelijk te maken. Dus dat is niet aan de orde dat we volgens dagenlang over de functieprofiel en de personen rond een premier hebben gesproken. Het vraagstuk was, wat is er voor nodig om dit te kunnen doen? Dat kunt u ook straks, voorzitter, aan de heer Putters vragen, hoe dat gesprek is gegaan. Als het gaat over het standpunt van de VVD, stel, we hadden uitvoerig over de positie van de premier gesproken, wat dus niet aan de orde is, dan heb ik eerder gezegd, vanuit ons was er niet bij voorbaat een blokkade, maar ook niet bij voorbaat een akkoord. Dan hadden we daar onze vraagtekens en kanttekening bij gehad en hadden we het daarover gehad. Maar het vraagstuk wat op tafel lag was, hoe kom je met elkaar in deze constructie tot een extra parlementair kabinet? En ik begrijp de vraag van de heer Jetten wel, want daarna van de lekken en de tweets en de verschillende statements. Maar daar kan ik niks mee. Ik kan geen landsbestuur bouwen op basis van dat soort taferelen. Ik baseer me op de gezamenlijke afspraken die we in gezamenlijk overleg hebben gemaakt, die ik herken in het advies van de heer Putters. En dat is waar ik mij op moet baseren en dat is ook hoe ik hier sta. Want uiteindelijk gaat het over dat je een landsbestuur bouwt en dat doe je niet op basis van lekken of tweets. Ja, voorzitter, die lekken en tweets die interesseren mij eerlijk gezegd ook helemaal niks. Ik wil gewoon weten wat er uiteindelijk in dat coalitieakkoord komt te staan, wie er in die ploeg zit, hoe dit land bestuurd gaat worden. Maar het is toch wel shocking om te horen dat u het in al die weken niet heeft gehad over de profielschets voor de minister-president. Want u ging namelijk nu met deze nieuwe informateur over de vorm praten. En een heel belangrijk onderdeel van die vorm is natuurlijk niet die woordenbrei van extra parlementair of programma of whatever, maar is natuurlijk ook gewoon, wie gaat het straks voor u allen doen? Maar wat een beetje onderbelicht is gebleven, voorzitter, is dan toch wel dat mevrouw Jezielges als leider van de VVD de dag na de verkiezingen zei, wij gaan niet in een kabinet zitten onder de heer Wilders als minister-president, maar dat u eigenlijk daar de draai dan de afgelopen week heeft ingezet en dat het, als het aan u had gelegen, er wel een kabinet met de heer Wilders als premier uit had kunnen komen. Voorzitter, dat zit net iets anders. Het was een dag voor de verkiezingen dat ik op een vraag van een journalist zei, ik denk niet dat Nederland de PVV de grootste maakt. Ik denk namelijk niet dat een premier Wilders per definitie het beste zou zijn voor Nederland. Een dag later won de heer Wilders de verkiezingen. Daarmee ben ik gecorrigeerd over die verwachting die ik daar heb uitgesproken. Dat was niet aan de orde. En daarna heb ik altijd op dezelfde manier aan tafel gezeten. Het gaat er mij om, wat is nodig om in dit land vooruit te komen? Wat is in dit land nodig om een stabiel bestuur neer te zetten? En zo zit ik aan tafel. Dus er is op geen enkele wijze sprake van een draai of van een iets. We hebben ook altijd gezegd, bij voorbaat is er geen blokkade en ook niet bij zomaar een akkoord. Dan moet je daarover hebben. Maar afgelopen weken hebben we de opdracht met elkaar opgepakt, die de heer Putters heeft geleid. Wat is nou nodig om zo'n extra parlementair kabinet of een programmakabinet te bouwen? En de elementen staan in het verslag, herken ik me ook in. En ik ben eigenlijk ook wel heel erg klaar om met over de vorm en abstracte ideeën te praten. Het liefst begin ik een minuut na dit debat over de inhoudelijke onderhandelingen. Ja, voorzitter, het is ook de hoogste tijd dat die inhoudelijke onderhandelingen gaan beginnen. 118 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen. Maar ik moet toch ook wel de pijnlijke conclusie trekken, hè? Want het is natuurlijk belangrijk om een akkoord te krijgen op de grote uitdagingen. Veiligheid, verdienvermogen van Nederland. Hoe gaan we om met de toekomst van onze sociale zekerheid? Maar mevrouw Jezielges heeft als VVD-leider niet alleen de val van het kabinet meegemaakt, maar daarna ook de deur voor de heer Wilders opengezet in die campagne. De heer Wilders heeft in het vorige debat heel duidelijk gemaakt, hij gaat niks terugnemen van al zijn hatelijke uitspraken uit het verleden. Gaat niet de uitspraak van de rechter respecteren dat hij hele bevolkingsgroepen in Nederland heeft gediscrimineerd en weggezet. Er is dus helemaal niks veranderd aan de politiek van haat en uitsluiting. En de VVD heeft dat volledig genormaliseerd. Had zelfs de bereidheid om Wilders premier van dat kabinet te maken. En nu komt er dan een zogenaamd programmakabinet, maar de heer Wilders voelt zich als leider van de grootste partij degene die straks die premier mag aanwijzen. Dus mevrouw Jezielges, hoe u het ook wendt of keert, u maakt uiteindelijk het kabinet Wilders 1 mogelijk. Dat is te danken aan de VVD. Voorzitter, op 22 november heeft de kiezer gesproken. Daar kan je heel veel van vinden. Je kunt balen van je eigen uitslag, van de combinatie. Dat kan allemaal.
Maar inderdaad, na al die dagen sinds 22 november... is het wel, denk ik, het moment aangekomen, ook voor de heer Jette, om de realiteit onder ogen te zien. Het is een feit dat dit land heeft gekozen voor een centrumrechtse koers. Het is een feit dat we de zetels toebedeeld hebben gekregen zoals het is. Dat zijn de feiten. En daarbinnen probeer ik mijn verantwoordelijkheid te nemen, probeer de VVD er te staan om ervoor te zorgen dat we een landsbestuur kunnen bouwen wat inderdaad gaat over de vooruitgang van dit land en van de stabiliteit van dit land. Dat is waar we voor staan. En ik denk dat het verslag van de heer Putters ons daar heel veel instrumenten voor geeft. En dat is ook waarom ik zeg, ik wil ook heel graag eindelijk beginnen over de inhoud. Want de heer Jette heeft gelijk, dan zullen we moeten zien waar kom je uit en helpt dat Nederland echt verder. Nou, onze inzet vanuit de VVD is helder. Maar dat is wel het echte werk. Dat is waarom ik ook mijn tekst daarmee begon, voorzitter. Het echte werk komt nu.